Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live complete hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. We gaan natuurlijk vandaag, zoals je zelf ook al kan zien, weer een keertje All or Nothing spelen. En wat de game mode... Wat? Wat de game mode All or Nothing is je hebt een knife zoals je kan zien en je hebt een troonknife. En met die twee dingen kan je killen. Je kan ook ammo krijgen, maar dat is een beetje noob natuurlijk om te gebruiken. En het is echt een geniale game mode. Maar als zoals die vent van net... keihard gelopen campen, dan valt het natuurlijk wel weer mee wat een game mode het is. Maar ik vind het leuk, man. Ik vind het leuk. Dus als jullie het ook leuk vinden om naar te kijken, ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like-knop. Want dan kan ik het misschien wel wat vaker doen. Want het is echt een leuk game mode. Volgens mij gaat het op de 20 kills, maar dat weet ik niet meer zeker. En we gaan natuurlijk gewoon proberen te winnen. En tot nu toe gaat dat... Nee, tot nu toe gaat dat redelijk goed. Je hebt natuurlijk ook een special, dus we kunnen specials bonus krijgen. En als je die eenmaal hebt, jongen... Oh, die ging bijna raken. Dan ben je echt een beest van een guy in deze game mode. In mijn rug zit er nog één. Oh! Oh, kut. Achter me zit er sowieso één. 100%. Ja, hoor. En dan mis ik hem ook nog. Kom dan. Niet schieten! Dat is niet aardig van je. Waar zitten ze? Zit hij achter me aan of niet? Ja dus, kom dan. Achter me zit er ook nog één, ik hoor hem. Nee! Killt hij mij, man, die lul. Ik sta keihard voor, jongen. Degene die tweede staat er pas 4 kills. En ik heb er al heel veel. Ik weet niet hoeveel precies. Maar 13 of zo, snel uitgerekend. Hoppatee, 14. Een chill dat je scavenger meteen, hè. Want dan kan je meteen die knijver oppakken, dankjewel. In mijn rug zit er nog één. Ah, shit, man. Ik sprong over zijn kop heen. We hebben nog 5 kills en hebben we alweer gewonnen. 3, 2, 1. Oeh, maat. Kom hier. Shit, er zit er eentje te schieten bovenop, maar die is ook al dood nu. Jij staat... Ah, die zit ook te schieten, jongen. Als je scavenger erop pakt, dan heb je meteen die ammo. En als ze dan reloaden, dan gaan ze meteen schieten. Maar nu heb ik ook ammo. Dus als iemand op mij schiet, dan ga ik terugschieten ook. Ik hoorde je, vriend. Ik weet niet, daar zit hij. Ah, loopt hij niet door. Die voor je. Nog 2 kills. Jou ga ik niet killen. Als het goed spant er hier eentje. Span hier. Ah, hij loopt helemaal daar. Oké, niet hier dus. Maar daar wel! En hij loopt niet door. Ik wil dit eerst in een loop schieten, man. Maar als ze dan niet doorlopen, dan... Oh, wat? Er loopt er door me heen. Kutzooi. Oh, dat deelde. Er liep er door me heen, man. Waarschijnlijk probeerde hij met de knife, want die commando knife. En dan lounge je zo door hem heen. Deze zit ook weer te schieten. Wacht dan. Die zit ook daar te schieten. Ja, nu moet je reloaden, jongen. En... Oh, kutzooi. Wat is nou... Oh, shit. Ik wil in een loop... Ik wil er een loop gooien, maar ze liepen allemaal niet door, man. Maar we hebben nu alweer gewonnen, 20 om 7. We spelen 3 potjes achter elkaar. Dus als jullie hebben genoten van game nummer 1, dan zien jullie zo meteen ook weer in game nummer 2. Ik gooi zo scheef, jongen, met die throwing-knife. En die vent, ik knijf ook gewoon de lucht, maar dat maakt niet uit. Tot met game nummer 2, mensen. Right, boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. We spelen nu op Dome, dus als het goed is, kiekeboe! Als het goed is, kunnen we dit super... Geef me tro... Ik knijf terug. Als het goed is, kunnen we dit super snel winnen als we natuurlijk een beetje... ons best niet gooien. Doen. Dus ja, we moeten goed gaan opletten. En het is echt lachen, jongen, deze game. Maar soms word je zo hard genaaid in deze game. Want het is niet te geloven. Achter je. Achter je. Hij heeft de kill ook nog. Wat? Nee. Hij mij. Wat? Hoe kan... Wauw. Wat een baas. Wat een baas. Er zat er gewoon in achter hem. Oh, wauw. Oké, nu moet ik sowieso PBK halen. Niet gaan schieten, vriend. Niet doen. En die andere zit ook te schieten. Sukkels. Sukkeltjes. Nou, ze willen schieten, mag dat hoor. Ik zal er niks op doen, want ik kan er niks op doen. Oeh, dank je. Nu heb ik ook ammo, maar ik ga ze niet gebruiken. Ik moet echt een keer leren om met die troonhuis te gooien, man. Ik ben er zo scheef in altijd. En daar zit niemand. Dat is een tafelpoot. Ik dacht dat het een knife was, maar dat was een tafelpoot achter me. Oké, dit is de plek waar je de meeste kills kan oppakken in een snelle tijd. Maar niet schieten dan. Ah, shit. Je moet uit die knife emoticon komen, man. Dat duurt altijd zo... fucking lang. Span hier alsjeblieft. Ja hoor. In mijn rug zit er ook nog één. Dank je. Oh oh. Oh, oh, alles wordt gekillsteeld, jongen. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy fuck. Ik weet niet wat ik daar deed, maar ik heb gewoon geraakt. What? Ik weet niet wat daar gebeurde, jongens, maar op een of andere manier ging het raak. En dat ook. What the fuck? What the fuck? Opeens gaat alles raak. Oh, what the... Ik zeg niks. Ah, hij begint er eentje om me te schieten. Fucking lul die je bent, man. Ik weet niet wie het was, maar fuck ja. Ah,
Fuck jou. Dat wou ik zeggen voordat ik gekild werd. Maar daar ging er wel even bezig. Wat zit die gozer daar doorheen te schreeuwen? Hij mond, joh. Die zit tegen zichzelf te praten. Ik zit ook tegen mezelf te praten. Oké, sorry, ik zeg niks. Ik zeg niks. Iedereen zit te schieten, man. Stop er nou mee. Stoppen met schieten, ja. Nou heeft hij mij. Ja, jij zit te schieten, hè. Fuck jou, dat is die gozer die zijn microfoon aan op staan, man. Als ik ga schieten, jongens, dan zijn we de Sjaak. Oké, volgende potje gaan we wel schieten, jongens. Dan zal ik eens even laten zien hoe je moet schieten. Fuck jou, niet meer terugkomen. We moeten nog één kill. Want ik ga hier naartoe. Zit er hier aan het schieten. 3, 2, nu. Fuck jou! Oprotten met je geschiet. Oké, wij hebben deze twee potjes niet geschoten. Ik moet even die gozer muten, man. Die zit echt, ik weet niet. Wij hebben deze twee potjes niet geschoten. We hebben alle twee de potjes gewonnen. En die streak van die specials... Ik weet niet wat er gebeurde, maar opeens ging alles raak. Wat we nu gaan doen is, we gaan nog een potje spelen natuurlijk. En dan gaan we de hele tijd schieten. Dan zal ik ze eens even leren hoe je kan schieten. Dus tot zometeen mensen, bij potje nummer 3. Alright boys, welkom bij natuurlijk game nummer 3. Wat wij natuurlijk in dit potje gaan doen is, we gaan terugschieten. Dus, er spant hier helemaal niemand, fuck. Dus, als ik een kill heb gemaakt, dan moet ik een scavenger oppakken. Dankjewel Mr. Speedy. Oh, wat? Dat... wat? Wat? Dan moet ik een scavenger oppakken en dan moet ik gaan terugschieten. Want in de vorige lobby was iedereen aan het knallen. Dus wij gaan nu... Ik krijg nog ineens één kill zonder dood te gaan. Dus wij gaan nu terugknallen. Oké, nu weer ammo. Zo. Je hebt 12 kogels in totaal. En op het moment dat je scavenger oppakt... Zo. Op het moment dat je scavenger oppakt, krijg je er weer 12 bij. Dus we zullen eens even laten zien... Hoe het ook kan. Als ik weet waar ze allemaal zijn. Zit er hier een te campen, man, daar. Ja, jongen, dat is kut, hè, als ik ga schieten. Ja, ja. Ik hoop niet dat ze in mijn rug komen, want dan ben ik weer al mijn ammo kwijt, maar... Oh, fuck. Is de grootste zelfs geen zin om dood te gaan? Dat mag, dat mag. Maar dan krijg je alsnog wel. En je ziet het, als je dus gaat schieten met dit wapentje, en je kan het een beetje, en je hebt een snelle triggerfinger. Hier, dat waren 4 kogels of zo, zoiets. Ik kan het zelf nooit bij jou, hoeveel kogels ik nou precies schiet, maar... Zijn ze zo snel dood, man. Dus in deze game mode, jongens... Ga dan niet schieten, want dat is een beetje, zoals je kan zien, ja... Niet zo leuk. Niet zo leuk. En ik ben weer niet de enige die aan het schieten is. Ik ga nu naar het midden toe, dus waarschijnlijk ga ik dood, maar... Sorry, Mr. Speedy, want ik weet dat die gozer me kent, maar sorry, jongen. En dan heb ik meteen specialist, hè. Ik ga even schieten en ik heb meteen specialist. Maar niet doen, jongens. Niet doen. Nee, nu maken we wel het potje af met schieten, want dat... Zijn we nu toch aan begonnen? Dus moet ik het even afmaken ook. Sorry, Mr... Oh, ik... Nou ja, Mr. Speedy, je mag de kill hebben ook. Je mag ook nog zelf winnen, want ik hoef niet te winnen met schieten, namelijk. What? En die kan wat hij niet moeten krijgen. What the fuck was dat? Oh, nu gaan ze ook schieten hoor. Ja hoor, ik heb iets in het momentum gezet. En nu ben ik niet meer de enige die schiet. Dat is mijn eigen schuld nu. Ja jongen, ik kan ook schieten. Zo. Alleen hipfire met dit ding werkt echt voor geen ene zak. Nog één, komt er nog één. Ah fuck, komt hij ook nog via de andere kant. We hebben verloren jongens. Nou zie je, ik word meteen afgestraft op het moment dat ik begin te schieten. Want we hebben meteen verloren, man. Dus, heel simpel gezegd, niet schieten. Niet schieten. In all or nothing. Als die vent nou even een potje wint, dan zijn we er vanaf. Zo. Ik weet niet hoe ik die kill kreeg, maar dankjewel. Hij doet de trickshot. Oh, en dan word ik gekild. Trickshot tijd voor die vent. Ja hoor, en Frecio heeft gewonnen. Oh, dat is die vent met zijn kutmicrofoon. Maar jongens, je zag het, als ik ga schieten, dan, nou ja, dan is het natuurlijk niet meer zo leuk. Dus we spelen nog één potje. Oh, die killcam, though. We spelen nog een potje zonder te schieten. Dus ik hoop jullie ook te gaan zien bij game nummer 4. Dus tot zo. Alright boys, welkom bij natuurlijk het laatste potje. Het is nu op nog terminal, zoals je kan zien. En deze keer gaan we niet schieten. Dus deze keer doen we het op de... Sorry, Speedy. Deze keer doen we het op de normale manier. Zoals het natuurlijk ook hoort. En, nee, fucking hell. Het is zo hard geluk hebben, jongen. Die troningnuis sowieso, dat draait heel veel om geluk. Want je gooit hem in iemand zijn loop. En op het moment, zoals deze vent. Op het moment dat die persoon stopt met lopen. Dan gaat meteen je troningnuis mis. Dus soms, als iemand recht op je af kan lopen. Dan gooi je zo die troningnuis in zijn bakkes. En kijk, zoals deze vent. Als je dus van die baan waar die oploopt afwijkt. Dan in één keer gaat natuurlijk ook je troningnuis mis. En die liep wel gewoon door, zie je. En dan gaat hij weer raak. Dus, ja weet je, die troningnuis shit is altijd zoveel geluk hebben. Die liep ook gewoon in. En als je dit geluk eventjes kan pakken, dan pak je iedereen. En als je hem dan gooit, terwijl je hem niet moet gooien, terwijl je moet nijven, dan pak je niet iedereen. Maar is die gozer nou naartoe gerend? Hier loopt er nog één. Huh! Nee, die zie je, die loopt ook weer niet door.
Nou, dan pak ik alle tweede kills. Jongens. Eigen schuld. Loop door. Nee. Net naast hem. Loop door. Dank je. Dus hoef alleen maar die extra 2-3 stapjes te zetten. En dan gooi je zo dat ding in een knetter. Oh. Kut. Er loopt nog één achter. Kut. Ik heb geen troonknijf meer. Speedy, 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 speedy. Kut. Zit er ook nog één achter mij. Fuck. Er zit er ook nog één achter mij. Speedy. Dank je. Nee. Dank je wel. Links of rechts? Rechts. Fuck off. Specialist. Nice. Sorry vriend. Volgens mij zit er één achter me. Wacht. Hallo? Nee, ik ben dood. Oh, wat een geluk. Holy shit. Dat was echt fucking hard geluk. Die vent die had mij moeten hebben, maar... Gelukkig had hij me niet. Die gaat stilstaan om te reloaden. Vriend, je moet niet reloaden, want je mag toch niet schieten. Nou ja, het mag wel, maar... Niet zo leuk. Ah, fuck. Dat is leuk. Nee! Nee! Ik tak je. Holy shit. Oh, nee. Ik gooi al die dingen mis. Ik wil ze te snel gooien, man. Daarom gooi ik mis. What the fuck? Klim er lekker overheen, joh. Oh, oh. Holy fuck. Holy fuck, we hebben nog maar net gewonnen, jongen. Die Blue Brothers gingen ook beest. Wauw. We hebben gewoon een fucking... Holy shit, ouwe. Dit was awesome. Ik kon hier nog wel vandoor gaan hier binnen. Maar helaas had het potje erop. Maar ja, dat was hem, jongens. 4 All or Nothing potjes hebben we gespeeld. 2 potjes hebben we normaal gespeeld. Toen een potje schoten. En toen weer een potje normaal gespeeld. Dus was leuk. Het was leuk. En ik hoop dat jullie het natuurlijk ook leuk gevonden hadden. Hebben. Weet ik veel. Als je het leuk vond, ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like knop. En mocht je nou 1 keer per 2 weken All or Nothing willen zien, zoiets. Laat mij dat natuurlijk dan sowieso weten. Want ik vind het wel leuk om te spelen. En ik hoop jullie natuurlijk ook om naar te kijken. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.